Korte test met de nieuwste versie van Display Recorder. Nieuwste betekent februari 2012. En wat er nieuw aan is, zal ik even laten zien. Dit is over een iPad 1 en die heeft op dit moment af en toe wat problemen met zijn snelheid, maar we komen er toch. Hier bij de extensions zie je Display Recorder en bij Video Format zie je dat er nou ook een optie is. H264/MOV with mic audio. Dat betekent dat ik nu op de iPad meteen toelichting kan geven, kan inspreken via de microfoon van de iPad en die wordt dan bij de video opgenomen. Voorheen was het zo dat je daar extra acties voor moest uitvoeren achteraf. Nu kun je de video gewoon opnemen en dan bijvoorbeeld daarna in Avid Studio bewerken en direct uploaden naar YouTube of naar een andere website. Tot zover deze test.